We gaan er een ajuintje in snijden. We gaan er ook een patatje in schillen. Dat aardappeltje dat dient zo'n klein beetje ook als bindmiddel. Spijtig genoeg wordt daar soms zo nogal aardappel, maar ik vind dat fantastisch lekker. Met een klontje boter, omdat we de groentjes die we nu hebben gaan aanstoven. En tijd terwijl kunnen we deze al zijn jasje uitdoen. We gaan gewoon zo ervan naast snijden. Voilà, dat is het goede moment. We laten het op een zacht vuurtje wat stoven. We gaan voortdoen met ons bloemkool. We gaan er een paar opzij houden, omdat we daar schoon bloemetjes van gaan snijden. En de rest dat gaan we gewoon in onze soep doen. Voilà. En dan laten we dat allemaal door elkaar stoven. Ik kan er ook wat kruiden. Niet overdrijven. Oké, dan gaan we dat bevochtigen met een groentenbouillon. Dat moet ook zo zusjes onder staan. Voilà, dekseltje erop. En koken maar, hè. Dan ga ik al beginnen met een potje water op te zetten. Ik ga daar klein bloemetjes van snijden die als garnituur dienen voor in de soep. Een beetje zout in dat water. Voilà. Voilà, we gaan dat koken. Koud water van de kraan in een zieftje. Afkoelen. Gaat het kookproces stoppen. Top. Dus kijken hoe ver dat met ons soep zit. We gaan die nog eens even terug opkoken. We hadden gesproken van de stilton. Een blauwe schimmel. En we gaan dat wel in blokjes snijden. Dat valt vanzelf al, hè. Dat is wel een beetje als een brokkelkaas. Voilà, zo, dat is perfect. Ik denk dat we klaar zijn. Een diep bord. Ons stukjes bloemkool erin. Die zijn nog wel een klein beetje warm. En dan leggen we daar die stukjes kaas op, die dan zachtjes gaan wegsmelten in de soep. Top. En dat met een goede boterham erbij. Voilà, onze bloemkoolsoep. Bloemkoolroosjes erin. En een goede stilton en een lekkere boterham. Een fantastische vegetarische maaltijd.